Prinsjesdag is dit jaar eigenlijk helemaal niet interessant. Natuurlijk, we hebben de koets, we hebben de rijtoer, de jurk van koningin Maxima, we hebben de hoedjes. Maar als het om nieuwe beleid gaat, ja, hoef je weinig te verwachten. Want in die miljoenennota staat weinig nieuws. Maar ja, goed, de grondwet is er duidelijk over. Uiterlijk de derde dinsdag van september maakt het kabinet de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Demissionair of niet? Tja, en wat er wel uitspringt, die 270 miljoen voor leraren in het basisonderwijs, al die maatregelen zijn inmiddels allemaal uitgelekt en ook bekend. Maar wat we natuurlijk wel hebben dit jaar is de troonrede. Ik denk dat die dit jaar vooral zal beginnen over Sint Maarten, het eiland dat zo hard getroffen is door die orkaan. Ik denk dat koning Willem-Alexander ook wel een persoonlijke noot gaat toevoegen, omdat hij dat gebied zelf bezocht heeft. Ja, verder zal die troonrede, die hier wordt voorgelezen, ook gaan over toegenomen spanning in de wereld. Denk aan de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Denk aan de Brexit. En voor die ministers die hier morgen allemaal zitten, is het voor veel de laatste Prinsjesdag. Althans, voorlopig. Dat geldt in ieder geval natuurlijk voor de bewindslieden van de Partij van de Arbeid. En daarom zal deze troonrede ook wel iets van een soort testament worden van het huidige kabinet dat Nederland in tijden van crisis heeft geregeerd. Maar al die plannen en cijfertjes, die kun je nou morgen echt weer in de prullenbak gooien. Want als dat nieuwe kabinet aantreedt en er een nieuw regeerakkoord is, wordt alles weer anders.